Goedemorgen en welkom bij Vlogmasdag 5. Ik zie er een beetje delicaat uit. Echt, dacht dat ik heb super goed geslapen, maar ik moet nog een klein beetje wakker worden. Dus ik heb maar besloten om met Zoe mee op te staan vandaag. Ik denk dat ik morgen dan toch weer vroeg uit moet. En dat ik dan toch een klein beetje in mijn ritme blijf. De poesjes zijn aan het eten. Dat horen jullie vast wel. En ik ga gelijk eventjes aan de slag met mijn vlogje. Ik ga denk ik een boterhammetje roosteren. En mijn vlogje editen. En zorgen dat die snel online komt. Regelmatig nog vragen over krijg over welke producten ik gebruik. Op dit moment dacht ik, ik leg ze hier even uit op de vensterbank en dan kan ik ze eventjes overlopen met jullie. Dus qua dagcrème en oogcrème gebruik ik nu deze, maar ze zijn bijna op. Dus ik ga even als bewijs, ik ga bijna een vervanger moeten zoeken, maar deze combinatie was zo heerlijk. Ik heb deze echt gewoon, ja, echt zalig van Kiehl's. Dus deze gebruik ik als basis voor mijn make-up, de Ultra Facial Cream. En dan in combinatie de Creamy Eye Treatment. Deze zijn echt, deze combo was echt heaven voor mijn huid. En dan qua foundation of qua dekkingsproducten gebruik ik eigenlijk een combinatie. Oftewel gebruik ik een BB Cream van BA Creative Makeup, de Skin Perfect. Een heel heel fijne met SPF 15 in de kleur 002 Medium. En dat is voor als ik, ja, snel wil zijn en dat het gewoon even een lekkere dekking moet hebben. Dan gebruik ik deze, zoals je kan zien, ook al heel goed gebruikt. En anders, als het iets meer dekking mag hebben, een combinatie van deze twee. Dan gebruik ik deze echt als foundation. Dat is de La Mer, de Soft Fluid Longwear Foundation. Ik gebruik hem nog niet zo heel lang. En wat ik gemerkt heb, is als je hem net aanbrengt, dan denk je, huh? Ik heb eigenlijk niks op mijn gezicht. En dan echt na een paar seconden, laten we zeggen seconden of 10, als het misschien wat is opgewarmd, denk ik, en wat vermengd is met je huid, dan in één keer begint de dekking heel mooi te komen. Dus overall is het een heel mooie dekkende foundation die niet te hard opvalt. En dan omdat deze net wat te licht is voor mij, maar wel echt een fantastische dekking geeft van Clarins, de Everlasting Youth Fluid, gebruik ik deze eigenlijk als concealer. Dat is in de kleur 105 Nude, maar om over heel mijn gezicht te doen, ben ik dan wel echt heel heel bleek. Maar als concealer is die perfect voor onder mijn ogen en dan mag het toch wel iets, ja, brighter worden. En deze is in de kleur Linen 13. Is dat een kleur? Ja, blijkbaar is dat de kleur. Dus dat is dan mijn foundation combo. En dan als poeder gebruik ik deze. Dat is eentje van Lancôme. Een losse poeder. Dat is de Long Time No Shine Translucent Poeder. Dus die heeft geen kleur. Het is gewoon een doorschijnend poedertje. Maar echt gewoon heel fijn. Ook heel fijn als je wilt baken. Geeft die toch een heel heel mooi effect. En dan, dit is echt een ontdekking geweest voor mij. Echt zalig. Zeker in combinatie met de BB Cream en de foundation ook wel. Dit vervangt eigenlijk gewoon mijn Beauty Blender. Dit is een kwast van Shiseido, zoals je kan zien. Hij is een beetje vies, dus ik moet hem poetsen. Maar het is in 4 stukken verdeeld. Dit egaliseert je foundation zo mooi. Dit brengt zo mooi aan. I kid you not. Probeer het. Zet hem op je verlanglijstje voor kerst, want dit is echt een ontdekking geweest voor mij. Het is zo snel, zo gemakkelijk. Ook voor concealer aan te brengen en zo. Zo gemakkelijk en echt, oh, echt een aanrader. Maar ik moet hem dus duidelijk echt wel poetsen, zoals jullie kunnen zien. Ik moet eigenlijk al mijn kwasten eens kuisen. Dat ga ik misschien eens morgen op mijn to-do-lijstje zetten. Al mijn kwasten eens even proper maken. En dan als go-to oogschaduwpaletje gebruik ik heel vaak deze tegenwoordig, de Urban Decay Naked Petite Heat. Echt een heel gemakkelijk klein paletje. En dan gebruik ik vooral deze 3 kleuren. En een mascara, eentje van Clarins. Echt een toppertje. De Wonder Perfect Mascara 4D. Echt, daar moet ik gewoon niet veel meer over zeggen. Het is echt gewoon een top mascara. Wat dan nog? Mijn wenkbrauwen. Doe ik dan met een Benefit Precisely My Brow Pencil. Ook heel, zeg je dat, vanzelfsprekend. Ziet er zo uit.
heel natuurlijk. Je kan er heel natuurlijk je wenkbrauwen een beetje mee kleuren. En deze is in de kleur nummer 3. En dan qua bronzer gebruik ik deze van Lancôme. Ik moet even uitzoeken of dit een limited edition was of niet. Dus dat ga ik even uitzoeken voor jullie. Maar ik zal sowieso alles linken in de beschrijving hieronder. En dat is de French Glow in 02 Warm Sensuality. En dat is deze. Heel, heel mooi dingetje. En dan als highlighter slash blush gebruik ik nog steeds deze. The NARS Orgasm. Ik denk echt gewoon een klassieker. En die past heel goed bij mijn huidskleur. Dus, dat is eigenlijk mijn routine tegenwoordig. Ik ga wel van deze vervangers moeten zoeken. Maar ja, bij deze zijn jullie geüpdate. Dus, mijn gezicht is gedaan. Ik ben niet super gemotiveerd om mijn haar te gaan doen met mijn ronde föhnborstel. Dus ik denk dat ik het maar gewoon ga föhnen en dan een klein beetje volumespeler ga indoen. Want het is eigenlijk al 50% droog, omdat ik een klein beetje getreuzeld heb. Dus ja. Oké, ik heb even mijn kleren die ik gisteren naartoe gekregen gepast. De broek zit helemaal perfect. Ik probeer het te zien. En de trui is wel iets te groot. Kijk, het stretcht ook een stuk minder mee als mijn andere shaping jeans. Dus het past echt helemaal top. Alleen de trui is wel echt gigantisch groot. Dit is een medium. Dus ik denk dat ik deze ga terugsturen en een small ga bestellen. Want ja, hij is wel echt heel groot. Kijk, hij is echt enorm. Maar ik vind hem wel heel leuk. Het is een mooie kleur. Maar ook hier is hij wel echt heel, heel groot. Dus nee, hier ga ik wel echt een small even van bestellen. Want dat is een beetje te groot. Ik zou eerst moeten controleren dat ik niet aan het label van dat trui heb weggegooid. Oeps. Ik eet nog even een boterhammetje met pindakaas. En ik zie net dat hier twee pakketjes zijn geleverd van Made. En dat zijn nog twee lampen die ik besteld had. I kid you not. In augustus. Ik heb net een Q&A opgenomen als, zeg maar, opvullerdag wil ik het nu niet noemen. Maar als dag dat ik dat er niet zo heel veel te zien is op Vlogmas, heb ik een paar video's voorzien die dat dan mooi kunnen vervangen. Ik heb een winnares gekozen voor het Only You pakket. Dus die is gestuurd. Ik hoop dat ze mij snel een beetje terugstuurt. En dan moet ik echt deze trui gaan uitdoen. Ik had gezien eigenlijk dat ik hem ook gewoon in de winkel kan terugbrengen. Ik heb daar een QR-code van gekregen. Dus dat ga ik straks doen. Want ik ga straks met een vriendin richting Mechelen weer. Ik ben echt 3 dagen in Mechelen. Morgen ook al. Dus helemaal gezellig. Maar ga ik hem wel even uitdoen. En eens kijken dat ik daar een maatje kleiner kan vinden van deze trui. Want hij zit wel echt zalig. Maar ik wil hem wel nog netjes terug kunnen brengen. Dus ik ga hem nu uittrekken en iets anders aandoen. Snelle outfit change. Ik had deze trui trouwens aan in een van mijn gift guides. En dan vroegen een aantal mensen waar die vandaan komt. Heel goede vraag. Ik denk dat die van het merk Even & Odd is. Ja, Even & Odd. Ik zal proberen te linken, want hij is wel al een paar jaar oud. Dus ik probeer hem te linken hier in de beschrijving. En ik heb deze trouwens ook aan onze boom toegevoegd. De poes hadden die van tafel gekeild. Dus er was een klein stukje van dit struikje afgeknakt. Maar die heb ik gisteren gelijmd. Zie je helemaal niks meer van. Dus het is helemaal mooi. Maar ik heb hem wel dan nu pas kunnen toevoegen aan onze boom. Kerstdecoratie van de afgelopen vakantie. En ik schrijf daar dan altijd de datum op. Dat is deze. En ik zal misschien nog eens wat andere leuke deco's laten zien. Deze zijn nog super leuk. Die Mickey en Minnie. Die heb ik vorig jaar gekocht op ASOS tijdens de Black Friday. We hebben hier onze Hawaiian Santa. Die is van Hawaii uiteraard. Wat hebben we nog? Eens even kijken hoor. Deze hebben we gekocht ter ere als we ons huis gekocht hebben. En daar staat dan ook de datum op van als we getekend hebben. Las Vegas hangt daar. Yosemite hangt hier. Ah, dit was... wanneer was dit? Onze roadtrip door Frankrijk, denk ik. Alhoewel? Nee. Roadtrip door Italië. En dan zijn we gestopt in Neuschwanstein. Bij Neuschwanstein, kasteel Neuschwanstein. 3 jaar geleden alweer. Parijs hangt er ook bij. Superleuk. Zelfs hebben we allemaal leuke herinneringen in onze boom. En mensen zoeken er ook echt wel naar. Dat is wel echt leuk als ze hier komen. Gaan ze gelijk kijken. Oh, waar? Ah, en dit was Keulen. Ook een heel leuke. Heel subtiel ook. Die hebben we gekocht in het winkeltje onder de Dom. We gaan trouwens dit jaar weer naar Keulen naar de kerstmarkt. Super veel zin in.
Oké, ondertussen heb ik al wat teruggehoord van de winnares. Dus dat pakket is gelabeld en ready to go. Ik ga even helemaal alles klaarnemen. Ik denk dat ik dat gewoon al gelijk in Mechelen de post ga opdoen. Van zakjes zoeken waar ik de trui in kan steken. Want de Leila gaat hier elk moment zijn. Ik ga plassen, want ik moet zo dingen plassen. Oh, ik moet zo plassen. Echt niet normaal. En dan ben ik normaal gezien ready to go. Ik heb mijn vlog al grotendeels bereikt voor morgen. Dus dan... heb ik daar vanavond niet al te veel werk meer aan. Oeh. Ik ga de verwarming al iets lager zetten. En dan kunnen we gaan. Zo, we zijn in Mechelen. En we zijn net gaan lunchen bij de Pain Quotidien. Helemaal vergeten te filmen. Dat werd al topactie van mij. Maar we gaan eens even richting de Zeeman. Dat is hier vlakbij in de buurt. En dan hangt het echt zo. De zon hangt zo kei laag en het is zo... Okay, ja, maar wel super fris. Het is wel echt fris. Maar bij mij valt het goed mee. Maar ik denk dat dat de hormonen zijn. Ik heb het echt warm deze jaar. Warmer als andere jaren. Dus even naar de Zeeman voor die Disney collectie. En dan ga ik eens even kijken dat ik mijn trui kan gaan ruilen. Pakje van de winnares zit al op de lijst. Making our Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's right, a chance. Hem, en ik heb hem gevonden in 2 maten kleiner. Dit is wel echt een stuk beter. Dit is een extra small en dit was een medium. En dit past wel echt beter. En kan ook nog wel serieus meegroeien. Kijk. Ja. Much is better. Ik dacht dat jij dat doet, hè. Ja. Dat was echt erbij. Ja. En ik heb hem ook gelijk in het grijs gevonden. Dus die gaan we eens even omruilen. Ik ben ondertussen weer thuis. En er waren nog een paar dingen van mijn bol.com bestelling toegekomen. Namelijk mijn laatste kaarshoudertje voor mijn setup hier. Ik denk dat ik hier misschien nog iets kleins ga zetten. Maar dan moet ik nog even kijken wat. Want ik vind hem wel al echt super leuk. En ik vind het ook leuk dat het allemaal verschillende vormen en groottes en zo zijn. Dus misschien nog zo'n kleintje er hierbij of zo. En met dat klein boompje is het ook echt heel erg leuk. Maar dus dit was de laatste die ik besteld had. Ook eentje van Riverdale. Dit is er ook nog binnengekomen. Ik had nog een kussensloopje besteld. Een kerstkussensloopje. Superleuk. Met rood. Met 2 rendiertjes erop. Die vond ik heel schattig. En dan vandaag in de stad heb ik deze nog gehaald. Voor op de bank. Want eigenlijk hadden we hier niet echt rode kerstkussens. Dus ik moet alleen nog even iets verzinnen voor die. Maar daar hebben we nog een donkergrijze voor. Dus die moet ik eens even zien dat ik die kan vinden. Maar dus dan deze. En daar heb ik er 2 van gehaald. En dan deze met Have Yourself a Very Merry Happy... Have Yourself a Very Merry Christmas and a Happy New Year. Die vond ik wel heel cute. En dan ga ik denk nu boven eens even kijken dat ik hier geen donkergrijze van kan vinden. Want dit is wel redelijk zomer. Zo lichtblauw met wit. Dus dat ga ik dan even nu doen. En dan zijn we denk ik redelijk rond. Ik heb hier gezellig de kaarsjes aangestoken. Ik heb op tafel mijn pot met kaarsjes aangestoken. Ons boompje staat hier. Binnenkort hangen hier ook gordijnen. Yay! Ja, we hadden nogal redelijke meters stof nodig. Dat hebben we voor dat raam gordijnen besteld. Voor dit raam gordijnen. En dan hier een plooigordijn. Zoals het eigenlijk origineel was. Maar dat gaat wel de boel weer een beetje aankleden. Zal ik maar zeggen. En dan ga ik nu gelijk eens eventjes het soepje opwarmen voor het avondeten. Voor Zoe en mij. Ik heb niet zo gigantisch veel honger, want we hebben redelijk laat geluncht. En het was zo lekker. Ik heb bij de Pain Quotidien een toast met champignons gegeten. Het was super lekker. Echt. Het was echt mega lekker. Kan ik echt wel aanraden. Zo, wij gaan lekker een kommetje soep eten. Ah, dat maakt toch niet uit? Het is toch hetzelfde? Of is er een verschil misschien? Ja, ah, misschien. Dan wisselen we ze om. Because je doet het van bij. Because I need my veggies. Lekker, lekker, lekker. En Delilah had daarnet echt iets super lief meegebracht. Ze was afgelopen weekend naar Parijs gegaan. Kijk hoe lief! Voor Sinterklaas, zei ze. Heeft ze gewoon macarons meegebracht van La Durée. Oh my god! Zo fancy. Dus ik ga er maar eentje proeven. Welke zou ik nemen? De meest lekker. Ik denk dat ik deze ga nemen. Omdat ze een beste is. Vind je die niet pakken? Nee. Ik ga deze nemen. Lekker.
als dessertje. En dan ga ik bij deze ook de vlog gelijk afsluiten. Ik denk dat wij vanavond niet zo heel veel meer gaan doen. Een beetje televisie kijken en weer een beetje bijtijds in bed. Aangezien dat ik morgen weer aan de slag moet, morgen voormiddag. Dus ik zie jullie morgen weer voor een nieuwe vlogmas. Bye!